Deze aflevering in Roadtrippers. Maar nu zijn we al twee keer gewaarschuwd voordat we het station uitlopen. Ja. En er staan allemaal militairen. Dus we moeten verplicht ons no-budget inzetten. Ja. Voor ons alles bij beveiligd. Camera's gaan uitzien. Drie teams. In een strijd om kilometers. Welk team komt er zo ver mogelijk weg van het startpunt? Je ziet het in Roadtrippers. De vorige keer zag je dat JJ, Iris en Jessie de kust van Kroatië hebben bereikt. En dat ze door hard te werken... Ja, maar je doet het hartstikke goed en we zijn super blij met jou. ...kaartjes voor de boot naar Italië hebben verdiend. I call the guy, the tickets are waiting with your passport numbers. Team Stuk begon de dag heel goed, want ze hadden een lift naar Wenen. De fucking rit van 4 uur. Alleen ging het liften de volgende dag een stuk minder goed. I make a copy from this. Why? And we'll see this on Facebook or another WhatsApp or another. Yeah. You get problem. Dus, tegenslag. Misgaan. Het gaat helemaal niet goed, jongens. Hij rijdt ook vol hard achteruit naar jou toe. Dat is off. En hij werd gewoon helemaal gek, gast. Ja. We hebben nog nooit zo lang in geen één seizoen van Roadtrippers langs de kant van de weg gestaan. Waar kan hij nooit? Het is gewoon Oostenrijk. Sir, can you speak English? Hello? Yeah. Can you speak English? Yeah. Where do you go? I'm not taking anybody. Nou, dit is wel een van de ergste momenten in Roadtrippers, hoor. Dat je en 3,5 uur langs de kant staat te roepen met vol energie om meegenomen te worden naar Venetië. En daarop volgend word je bijna meegenomen door de politie. Besef. Denk even goed na. We hebben hier 4... Oh, ik kan niet eens weer lullen, man. Ah. Ja, hier, taxi, kom maar, help ons. No budget, let's go. Omdat ze dus geen lift kunnen krijgen en de finale steeds dichterbij komt, besluiten ze met de taxi naar een ander tankstation te gaan. Oh, jij rijdt de... Kijk, dat gaat ons geld. Zet die meter maar aan, daar gaan we. Huppatee. We gaan naar een ander tankstation en dan gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh, het is niet leuk dat het geld kost, maar wat wel leuk is... We werken weer kilometer. Ja, we gaan weg. We gaan naar een nieuwe plek. Ik wil nooit meer op deze plek terugkomen. Nee, ik kom hier ook als ik op vakantie ga en ik kom langs deze plek. Ik rijd er gewoon voorbij. Nooit. Ja, jullie maken weer kilometers. Het zijn er niet veel, maar toch. Nou, de volgende. Aangekomen bij een ander tankstation gaan de boys weer proberen om richting Venetië te komen. Please help us! Please, come on! A little! Het andere team is inmiddels met flinke looppas onderweg naar de boot. Op naar Italië. We weten niet zeker of het hier is. Nee. Dat is altijd lekker. Laten we kijken. Het is een goed begin. Laten we maar snel naar binnen gaan. Nou, natuurlijk is het hier wel. Dus snel inchecken en door naar de douane. Ga je lekker tot nu toe? Ik ben zo opgelucht dat we die boot hebben. En dan gaan we gewoon naar Italië. En als we bij Italië zijn, dan komen we gewoon echt ver. Dankjewel Kroatië. Je was gezellig. Hello guys. Hello, are you good? Yes. We zijn binnen, dames. Hoppa, lekker hoor. Nou, op naar Italië. En als ze letterlijk 2 minuten onderweg zijn, heeft Jay zijn sociale skills alweer ingezet. Jay was aan het kletsen met deze man. En heeft een aantal hotels. Die kende in ieder geval hotels. Jij was ook aan het kletsen, dus, hè? Hij heeft vrienden met hotels. Hij heeft zelf wat dingen. Ik kan niet meer nadenken. Ik ben iets te moe daarvoor. Maar het is in ieder geval een hele lieve guy. Echt een hele lieve vent. En hij wil ons helpen, want hij hoorde het programma, vertelde het hem. En hij zei, nou, ik heb heel veel vrienden met landhuizen en hotels. Zal ik het nu even bellen voor ons? Dat zou erg lekker zijn. Eens even afwachten of hij wat voor jullie kan betekenen. En na uren tegenslag te hebben gehad, zit het team een stuk weer mee. Ze hebben eindelijk een lift. Ik word wel een beetje proppen, maar ik ga geen lift meer afsluiten. Ja! Naar de lift. Instappen. Okay. So we're just traveling to the south, and Italy is going the... to Greece? No. To Sicily. Sicily. Yeah. Yeah, Sicily, we think. Do you also want to have a chewing gum? Yeah. Here. Catch. Snip cup Dutch. Good morning, Dutch. Good morning, Stuk.
Instagram. Yeah, we have Instagram. You can follow me. You can follow me. Okay, I'm gonna follow. Okay, I'm gonna follow you. Okay. En als ze eenmaal elkaars vrienden zijn geworden op Instagram, gaan alle remmen los. Ondertussen heeft Giovanni al zijn belminuten opgemaakt en komt met leuk nieuws. You manage it? Yes, yes. Free, one room of free. Yes. Oh, for free, okay? Really? One room. Oh my god. Is it good that then? Lekker hoor. Nee. Zie, ik moest het toch nog even jullie overlaten. Jullie moeten het closen. Wauw, onderweg naar Italië, slaapplek voor vanavond en jullie kunnen heel relaxed heel veel kilometers maken. Goed geregeld! Bye guys, bye bye! Ja. En als jullie nieuwe vriend ook nog eens een echt Italiaans ijsje voor jullie regelt, kan de avond niet meer stuk. Cheers! Cheers! Ja, niet met jou, cheers. Niet met jullie kleuren, de mijne aanraken! Kijk uit! Have a nice trip, hè? Thank you. Have a nice day, have a nice trip. En dan is het tijd om in te checken. 316? 316. 316. Third floor. Tomorrow breakfast is to 7 to 10. Oh, okay? Yep. In this room. Have a good night, sir. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Oh, that is two. Gewoon drie bedden. Gewoon drie bedden. Yes! Oh, wat fijn. Ik zei al lekker. En ik ben onze amigo ook super dankbaar. Maar het is wel beton waar we liggen vannacht. Deze dames die zeiden net tegen ons dat ze ons gaan trakteren op een heerlijk pizzaatje. We gaan met ze uit eten. Italiaans. Dit zijn echt de engelen die voor ons zijn gekomen hier. Het is top, het is feest, het is gezellig. Ze zijn lieve dames. Heel leuk, ze zijn echt super lief. En we gaan met z'n allen een lekker Italiaans hapje eten. En ik heb honger. Ik ook! Rondje voor de sfeer, voor de sfeer. Rondje voor de sfeer. La 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 la. Rondje voor de sfeer, voor de sfeer. Rondje voor de sfeer. Please help me. Nou, jullie hebben goede indruk gemaakt op de dames. En als ze aangekomen zijn bij het hotel in Venetië, is er nog meer goed nieuws. Het is wel echt heel mooi. De dames slapen hier. En ze willen voor ons ook een kamer boeken. Dus wij mogen gewoon mee. Dus we zijn hier bij een prachtig landhuis. Prachtige natuur. Wat willen wij nog meer? Ja, yeah, I like it. Ja, yeah, I like it. Oké, so I'm going to give it to you. Thank you very much. Oh, you're my new friend. Oh, wow, awesome. Yeah, give me a hug. You are the best. Thank you. Thomas. Oh, mom. Onze slaapplek voor vanavond, jongens. Ik ben benieuwd. Ik ga nu even eerst kijken. Oh, wat leuk. Nou, shotgun in dit bed. Yo, jongens. Zo lekker dit. Oh. Wat een lieve schatten zijn dit, zeg. Wat een lieve, lieve meiden. Nou, dat hebben jullie weer mooi voor elkaar, boys. En dan nemen die lieve meiden jullie ook nog eens mee voor een echte Italiaanse pizza. Cheers. Tequila. Eet smakelijk, jongens. Buriago, thank you. Grande, grande. Grazie mille. Me, very happy. Top avond. Toe is helemaal klaar. Toe is kapot. We zijn inderdaad fucking moe. Maar heel eerlijk, we hebben twee fantastische dames ontmoet vandaag. We hebben alles gekregen wat we wilden hebben. Helemaal top. En wij gaan nu lekker slapen. Slaap lekker, jongens. Jay, Iris en Jesse worden langzaam wakker. In Italië. Good morning from paradise. En als iedereen zijn tas heeft gepakt en op het punt staat om uit te checken, blijken de eigenaren van het hotel niet helemaal op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken. Ze verwachten namelijk nog iets terug van het team. So you are going to shoot now the hotel. We already did yesterday when we came arrived here. Nice. What time did you? When did you do the shooting last? In the evening we came here. We made some shots for upstairs and everything here. What about the friend who? Put you in touch with him. He bought us an ice cream when we came there and he was really friendly and helped us with the roots and everything. Well, I mean, one thing is to give you an ice cream, one thing is to give you hospitality for one night. There is a big difference. Yes.
Iris en Jessie gooien al hun charmes in de strijd, zodat ze niet nog een hele documentaire over het hotel hoeven te maken in ruil voor de overnachting. Deze man die zegt ineens, ja, en nu? Waar ga ik de video zien? Wat heb je voor ons gemaakt? En die zegt dus tegen mij van, ja, ik heb jullie hospitality gegeven, wat ga je nu terug doen? En nu, ja, daar moest ik gewoon, ik kon niet weglopen en scheid hebben, dat gaat niet. Dat is echt heel, heel onbeleefd zou dat zijn. En toen dachten jullie, wij lopen naar buiten en we maken er samen nog een langer verhaal van. Kom, we moeten gaan. Ja, ik niet. Ik... Nou, het kostte wat tijd, maar de eigenaren zijn ervan overtuigd en verwachten geen documentaire meer. Dus hup, snel de straat op om een lift te scoren. So where are you going? Milan. That way? Si, Atlantica. Ah, because me and my two friends are hitchhiking. Can you bring us to the tank station? Si. Yeah, you bring us to the benzina? Si. Si? Oké, jongens. Lekker hoor, één lift te pakken. Of zijn het er nou twee? Toch maar die proberen. Of deze. Of deze. Welke gaat het worden? Past wel beter in die auto, ja, toch? Juist, een luxe probleem. En dan kies je natuurlijk voor de beste lift. Papa. Thank you. Where are you from? From the Netherlands. Hollanda. Ah. Hollanda. Zitten we? Jullie weer? De eerste lift van vandaag. Ik zag dat kleine autootje, dat gaat nooit passen en zij gaat veel verder. Ja, jullie zijn lekker bezig weer. Waar gaan zij heen? Dat gaat lekker. De tussenstand ziet er nu als volgt uit. Team Stuk heeft vanuit Graz helemaal naar Venetië gereisd en hebben al 303 kilometer afgelegd. Jay, Iris en Jessie zijn alleen maar vanuit Zadar naar Ancona gegaan en hebben dus maar 206 kilometer gereisd. Team 3 gaat als een speer en hebben nu al van Lyon naar Tarragona gereisd en hebben dus al 592 kilometer afgelegd. Dit betekent dat de teams alles op alles zullen moeten zetten om zoveel mogelijk kilometers te maken. We zijn nu in the middle of nowhere. Oh, daar zijn we. Ik kan niet geloven dat deze engel ons hier heeft gebracht. Thanks, you. Thank you so much. Welcome. Wil jij weten waar team 3 is beland? Check dan het Instagram TV kanaal van Stuk. Ondertussen hebben de boys van Stuk als een roosje geslapen. Goedemorgen. Vanuit Italië. Oh, jongens, heb ik lekker geslapen, hè? Echt fantastisch. En even lekker gedoucht. We kunnen er weer volle bak tegenaan. De twee dames, die zijn al weg. Maar die hebben jullie wel achtergelaten met een heerlijk Italiaans ontbijtje. We hebben allemaal goed geslapen. We zijn zelfs bereid om te gaan lopen nu. Want we hebben een goed plan. We gaan namelijk de trein proberen te pakken. Trein. Zo ver mogelijk richting het zuiden. We gaan niet opstappen bij het grote station van Venetië. Maar eigenlijk twee daarna. In de hoop dat we daar meer kans hebben om gewoon in één keer in te kunnen stappen. You see, I do my hair today. Especially for you. Giel heeft zich vandaag dus verkleed als een Italiaan. En dat zou hem best nog wel eens een handje kunnen gaan helpen. Maar goed, eerst dus richting het station om daar de trein te pakken richting Napels. En dat wordt een flinke rit, want Napels ligt al ver achter in Italië. En omdat ze geen geld willen uitgeven, stappen ze zonder kaartje in. Dit is goed nieuws, hè? Dit is super chill. Ah, meteen dit is wel chill. Okay. Maar hoe snel wil je hier worden gecontroleerd? Maar ik heb geen conducteur gezien. Nee, ik heb geen conducteur gezien. Benvenuti a Bordo. Gaat nemen. 89, 11, oh, da Venezia Santa Lucia. Ja. Dus de conducteur heeft de trein helaas niet gehaald. De conducteur stond nog bij de koffiehoek en hij zit niet aan in de trein. Volgens mij zeiden ze dat. Ja. Goed nieuws. Nou Stefan, geloof je het zelf? Ondertussen heeft de Italiaanse moeder het idee opgevat om haar zoon te koppelen aan de twee blonde mooie dames. I'm good, how are you? I'm good, I'm good. What are you doing? We are hitchhiking. En worden ze uitgenodigd om te komen eten. Pasta with tuna, speciaal. Oh. Pasta with tuna. Pasta met tuna gaan eten. Gaan ze eten. Echt Italiaanse. Ja, we gaan mee. Ze gaan dus een echte Italiaanse pasta eten bij deze mensen. En ze zijn niet bij de minste Italiaanse familie terechtgekomen. So this is Fiat 124 Spider. Fiat 124. It's good. It looks really good, especially in the summer in Italy. Yeah, the summer is fantastic. Wow, kijk die auto. Kijk, je maakt je mij wel gelukkig mee. Wat is dit een cadeautje deze dag, hè? Yeah, spaghetti is oké. Spaghetti. Spaghetti is meer dan oké, mijn vriend. Voordat ze aan de spaghetti gaan, eerst nog even een voorgerechtje. Kijk, de rest van de familie is er ook. En kijk even wat deze jongen aan heeft. Kijk, wait. Look. Ja. En als ze daar toch zijn, zorgen ze even voor wat ontspanning.
is from Treviso near. Yeah. So we're gonna drink Prosecco. Prosecco. Yeah. With the food. Yeah. De tafel wordt gedekt en de glazen worden gevuld met Prosecco. Eet smakelijk. De boys van Stuk zitten nog een klein beetje in spanning. Maar voorlopig nog geen conducteur te bekennen. Sorry. Dat was het flightje komt daar vandaan. De conducteur zit nu in die andere coupé volgens mij. We zijn wel... Dit... Au. We hebben het tweede perron al gehaald. Dus dat is op zich goed nieuws. Hè? En naarmate de uren vorderen, komt er nog steeds geen conducteur. Nou, het is bizar. So far so good, zeggen we dan maar. Hey, jongens, het gaat goed toch? We gaan als een trein. Kunnen we niet gewoon naar ergens, als we toch richting de kant van Sicilië zijn, kijken of we toch een klein vliegtuig gaan? Ja, daar hebben we nog niet echt gebruik van kunnen maken. Ik wil wel kijken, misschien gaat er wel een ferry of zo. Speedboat? Maar dan ferries. Snel, ja. Iets snel. Naar Malta of zo. Malta vind ik een mooi eind. Dat klinkt als een mooie strategie. Ik zou maar wel gebruik maken van jullie vlucht, want de kilometers kunnen jullie wel gebruiken. De finale komt steeds dichterbij en laten jullie met deze treinreis het andere team voorbij zijn gegaan. Jullie liggen dus op kop. Napels! En het zuidelijke puntje van Italië komt steeds dichterbij en ik ben heel blij. En dat ruimt. Doei! Goed gedaan, op zoek naar een lift en gaan. Ook dat ruimt. Doei! Ondertussen heeft het andere team hun honger gestild en wordt het hoog tijd om snel door te liften. Dat is er nog over. We gaan er weer vandoor. Soms moet je gewoon heel even lekker chillen. Moet je even genieten, moet je de kans pakken om gigantisch lekker te eten, nieuwe mensen te ontmoeten en fantastische dingen te doen. Dus dat hebben we gedaan, maar het is tijd om weer te gaan reizen. Thank you for everything. Oh, no problem. It's a pleasure. Yes, nice to meet you. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you. Yay! Ze worden afgezet bij een tankstation, waar ze weer op zoek kunnen naar een andere lift. Team Stuk is inmiddels buiten het treinstation beland in de wondere wereld van Napels. Waar gaan wij beginnen? Gast, we moeten hier wegpikken. Eén grote chaos hier, man. Hoe gaan we hier beginnen? Ze besluiten om weg te gaan uit de drukte. Op zoek naar een tankstation, waar ze hopelijk een lift kunnen fixen. Nou, en dan komt die Italiaanse uitstraling van Giel toch nog van pas. Ik zie eruit als een Italiano! Grazie mille! Hij zegt, het is goed, joh. Ik zet jullie af. Lekker, man! Real Italian hero. I am Giovanni. Giovanni the hero. Giovanni the hero. Do I look like Italian? Si, yes. Perfect. Had a Gucci glasses. Gucci bill. Giovanni brengt de boys naar het volgende tankstation. Ondertussen zijn Jay, Iris en Jesse ook gedropt bij een tankstation en wordt het tijd om afscheid te nemen. De dames gaan weer op zoek naar een nieuwe lift. We zitten nog steeds vast op het tankstation. Dus ik heb onze lieve vriend Nico, waar we net zijn wezen eten, gevraagd of hij kan inspreken dat we hier vastzitten. En anders komen we echt helemaal nergens. Se qualcuno gli può dare un passaggio o anche vicino. No, prima. Good news. Oké, Tommy. Die mannen die bier zitten te drinken, die willen ons wel helpen. Die brengen ons met de auto naar het treinstation. De trein gaat over een uur. Daar weer een trein pakken naar Napoli. Ja. En deze vrolijke Italianen zetten hun team af bij een treinstation, waar ze de trein naar Napels kunnen pakken. Wat gaan we doen? Wij gaan kaartjes kopen. We gaan even ons noodbudget aanbieden. Oh, kopen? Ja, kopen. Want we hebben gisteren geld verdiend bij die man. I'll take one for the team, no problem. Oké. Toch? Ja, box, doe maar. Koop ze maar, fuck it. Haal maar van het noodbudget af. Deze trein hebben ze ook echt nodig, want ze lopen op dit moment achter op team Stuk. Ja, dan zit je wel echt een stuk relaxter gewoon. Niet zwart rijden. Ja, dat is gelijk een gevoel. Het is het beste gevoel dat er is. Ja, dan ben je gewoon continu soort van gespannen. En nu kunnen we gewoon helemaal relax. Team Stuk is snel uit de binnenstad van Napoli gekomen.
En daar zijn ze heel blij mee. Italië. Dit is zo nice. We gaan gewoon meteen die stad uit. Ja, zo chill. Ja, ging sneller dan ik zelf had verwacht. Oké, gelijk doorpakken, want de kilometers moeten nou echt gemaakt worden. Staan we dan weer, jongens? Ik heb een lift in Italië! In Italië! Baby! Hey! Hey! Ja, maar dit gaat lukken, man. Hey! Je kan ons meenemen, Vic. Ah, take us with me! We go with you! Ja! Go, Sergio! Hey. Stop die niet! Hey. Stop die, hij rijdt door! Hadden we nou bijna een lift? Wat was dit? Ze had helemaal op een briefje geschreven waar ze toe ging en dan onder sorry. Kijk, zo vriendelijk zijn ze. Fucking ziek, hoor. Dat meen je. En als dan ook nog eens de zon ondergaat, wordt het tijd voor een andere tactiek. Een tactiek die geld gaat kosten. Zoveel mogelijk geld bij elkaar verzamelen. Kunnen we in ieder geval of weg met een taxi? Weet ik veel, we moeten en zouden naar Sicilië komen. Do you have something that you can give them? Just a little money. I don't get it. Okay, no problem. Okay. Do you have a little money for us for our TV show? I don't know. No? Ik probeer het toch echt, hè? Oké, nou, geen succes. Toch maar snel doorliften dan. Team J, Iris en Jessie zijn inmiddels aangekomen in Napels, waar Stuk TV vanmiddag al was. Zeg het maar. Ja, ik denk gewoon dat we hostels, hotels eerst moeten afgaan en als dat niet lukt, gewoon een kroeg induiken en mensen vragen waar kunnen pitten. Toch? Precies. Kom. Kijken jullie wel een beetje uit? Napels staat nou niet bekend als een van de meest veilige steden. Oké, ik heb niet vaak dat ik een plek grimmig vind en dat ik denk bij mezelf, er zou wat kunnen gebeuren, maar nu zijn we al twee keer gewaarschuwd voordat we het station uitlopen. Ja. En er staan allemaal militairen. Ik denk dat Napoli er ook leuker uitziet als de zon gewoon schijnt. Precies. Ze besluiten dan ook om gelijk op zoek te gaan naar een hostel, waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Alleen maar vuilnis, alleen maar grimmige mensen. Volgens mij is deze stad helemaal niet zo, alleen zijn we wel een beetje in de verkeerde buurt uitgestapt volgens mij. Is het safe in the streets by night? No, thank you, we know enough. Thank you. Het is hier echt niet veilig hoor. Alles behalve. Voelt het ook gewoon de lucht, hè? Zo. Yep. So we're looking for a place to stay. Are there rooms still available? No rooms available. Okay. Het team voelt zich zo onveilig in deze stad dat ze een drastisch besluit nemen. We voelen ons alles behalve veilig. We gaan nu gewoon het eerste beste hotel of iets gewoon. En daar blijven we gewoon binnen. Want we zijn niet veilig. Camera's gaan uit, Jay. Ja, kaartjes gaan nu in de tas. Ja, we moeten hier gewoon hier. Dit is fucking grimmig. Kijk nou. Ja, is goed, helemaal goed. Ja, we gaan nu. En dus nu zitten we gewoon de hele nacht in een lobby. Maakt me niet uit. Ja. Uit veiligheidsoverwegingen besluiten ze dus om de camera's uit te doen en op te bergen. Oké, guys. We hebben een hotel. Ik denk dat hetgeen wat we misschien niet heel handig hebben gedaan is dat we een beetje in de verkeerde wijk zijn uitgestapt. Want het was echt fucking grimmig op straat gewoon. Dus wat hebben we gedaan? We zijn het eerste beste hotel ingegaan. Hebben die meneer heel lief aangekeken. Hebben gezegd, dit is wat we hebben. Dit is letterlijk het enige geld wat we op zak hebben. Het is al 1 uur 's nachts, dus het gaat eigenlijk maar om een paar uurtjes. Je moet ons helpen. Ajo, eind goed al goed. Ja. Morgen nieuwe dag, nieuwe kansen. Nou, lekker slapen dan maar. Ondertussen krijgt Team Stuk bezoek van een oude bekende. Nou, gezellig boys, we hebben eindelijk een lift. Ik leg het wel uit. Ja, zoals iedereen kan zien is het inmiddels donker geworden. We hebben hier 4,5 uur gestaan. Het lukt niet. We moeten ook weg van de politie, hè? Ja, vooral de politie zei, jongens, jullie moeten weg. Jullie mogen hier niet blijven, klaar. Dus we moeten verplicht ons no-budget inzetten. Ja. Zo eindig je in een klein stadje, Theo. Ja. Lijkt het jou een goed idee om midden in Italië op een streettrein te gaan slapen? Stefan wil zijn tent opzetten. Ja, ik heb mijn tent wel in mijn handen. Hè. Ja, ik heb ook een tent in mijn broek. Stefan is er helemaal klaar mee. Stefan is echt op zijn einde van zijn tijd. Oh, alles doet pijn.
Ah, dat ligt best prima, hoor. Weet je wat? Als je nou gewoon je zonnebrilletje opdoet... Ik lig best oké. Okay. Je doet net alsof je op de Bahamas bent. Ja, ja, ik zie het helemaal vol met blauwe zeepanden. Dan ga ik even slapen. Wij gaan hier de dag afsluiten. Hoe kut het ook is. Hopelijk is het morgen allemaal beter. Jongens, wij checken uit. Voor nu, teamstuk is out. Hier in Italië. Doei. Ga maar snel slapen, want het belooft een spannende finale te worden. De teams liggen namelijk heel dicht bij elkaar. De eindstand van deze aflevering is als volgt. Team Stuk heeft van Graz naar Pettina gereisd en hebben 718 kilometer afgelegd. JJ, Iris en Jesse zijn van Zadar naar Napels gegaan en hebben maar 373 kilometer afgereisd. Team 3 heeft een enorme voorsprong opgebouwd. Ze hebben van Lyon naar Alicante gereisd en hebben hemelsbreed 934 kilometer afgelegd. Het belooft een spannende finale te worden, want de teams liggen dicht bij elkaar. Team Stuk heeft op dit moment 3573 kilometer op de teller staan. Team J, Iris en Jesse zijn 3406 kilometer verwijderd van de Noordkaap. En team 3 zit bijna op de 4000 kilometer. Wil jij kans maken op de Roadtrippers jackpot van 10.000 euro? Ga dan naar mentos.nl/roadtrippers en speel mee. En dit zie je volgende week in de finale van Roadtrippers. Goed, de finale is ingegaan, jongens. Hey, het is nu zo belangrijk. Ja, het is nu belangrijk dat we zo ver mogelijk komen. Echt iets gaan bedenken om je snel weg te komen. Ik denk dat we echt gas moeten gaan geven. We moeten rammen.